We zitten in een absurde wereld. Boerengezinnen houden met moeite het hoofd boven water en ondertussen droogt ons landschap uit als oud brood. Vogelsoorten en insectensoorten sterven uit aan hoog tempo. En als het misgaat met zowel de boeren en boerinnen als met onze natuur, dan moet er wel iets fundamenteel fout zitten aan ons systeem. We zoeken nu uit vandaag hoe we verder kunnen kijken dan de polarisering tussen landbouw en natuur, wat de oplossingen zijn en hoe we daar met onze gemeenschap iets kunnen aan doen. En daarover praten we vanavond met twee deskundigen. Naast mij zit Maaike de Keizer, historica aan de KU Leuven en experte in historische agrarische commons. Zeg je dat goed, Maaike? Ja. En wat is dat precies? Kan je dat kort uitleggen? Een historische agrarische commons, wat is dat precies? Wel, wat ik voornamelijk bestudeer zijn agrarische commons, dus dat wil inderdaad zeggen land. Want je hebt heel veel soorten commons. Je kan zelfs kennis delen, je kan visbestanden delen. Wat is een common? Zeg eerst eens wat een common is. Wat is een common? Een common, dat is eigenlijk een woord dat drieledig is. Je kan een common pool resource hebben, dat zijn de hulpbronnen die dan niet privaat of publiek zijn, maar gemeenschappelijk. Zoals dus bijvoorbeeld land. Dat kan land zijn, inderdaad, maar dat kunnen visbestanden zijn, dat kan kennis zijn, dat kunnen grondstoffen zoals wol zijn, dat je op die manier gaat gebruiken. En dat zit dus tussen publiek en privaat in. Veel mensen verwarren publiek en gemeenschappelijk gebruik. Bij publiek kan je niemand uitsluiten. Bij gemeenschappelijk is het eigenlijk een afgebakende groep van gebruikers die van dus die gemeenschappelijke hulpbronnen gebruik gaat maken. Maar daarnaast heb je dan ook nog het common pool regime en dus het common pool institution. Dat zijn de instituties die het beheren, die de spelregels bepalen, hoe het kan gebruikt worden. En dat andere is het bezitsregime, dat dan echt gaat specifieren op welke manier gaat dit nu verdeeld worden. Ja, je hebt dus de gebruikers die samen regels creëren over hoe ze toegang verlenen aan wie en wanneer en hoeveel van een bepaald tot een bepaald goed. In dit geval gaat het dan over grond. Ja, inderdaad. We gaan er dieper op ingaan in onze eerste ronde, de eerste van drie rondes, commons, een geschiedenis van inclusieve en duurzame gemeenschappen. Commons zijn dus mensen die samen regels creëren over toegang tot een bepaald goed. En dat wil dus ook zeggen dat sommige mensen geen toegang krijgen volgens de regels, omdat ze bijvoorbeeld niet in een dorp wonen. Dus een veelgehoorde kritiek is dan dat commons zijn eigenlijk exclusief. Ze sluiten mensen uit. En jij hebt dat ook in jouw doctoraat, dat daarover ging, over middeleeuwse commons, ook wel vastgesteld. Ja, inderdaad. Dus heel veel mensen denken dat dat een heel lovey-dovey-achtig concept is, dat iedereen altijd toegang heeft tot commons. Maar dat is dus in het verleden zeker en vast niet het geval. Vaak begint dat heel inclusief. In de echte vroege middeleeuwen dan, hè, dat je zegt van kijk, het hele dorp heeft toegang tot zo'n stuk grond. Maar heel vaak ga je dan zien dat alleen de erfgenamen of de mensen die een bepaald huis bezitten, het originele huis waar ooit een gezin gestart is, dat zij daar rechten toe hebben. En als de gemeenschap groeit door immigratie of ja, je hebt alleen de oudste zoon die het erft, maar de andere zonen niet, of de dochters al helemaal niet, dan krijg je dus vele systemen waarbij na verloop van tijd nog maar een handjevol mensen soms echt toegang daartoe heeft. En dan zie je dus dat commons soms bijzonder exclusief kunnen zijn. Engeland is daar een heel goed voorbeeld van. De meeste commons waren maar toegankelijk voor ongeveer 40 tot 60% van de gemeenschap. Mm-hmm. Bij ons heb je een heel aantal voorbeelden waar het veel inclusiever is. De Kempen, die heb ik bestudeerd, daar zie je dat 99% van de mensen, kon ik verifiëren, die er niet alleen toegang toe hadden, maar ook actief het konden gebruiken en gebruikten. Wallonië is ook nog zo'n streek. En wat waren dan de verschillen tussen de inclusieve commons en de meer exclusieve? Hoe kwam dat? Dat heeft veel te maken met machtsverhoudingen, uitsluitingsmechanismen die elites binnen de commons dan gebruikten om andere groepen te weren. Ja, je ziet dat zo'n groep vaak zichzelf wil bestendigen voor
dezelfde soort van mensen die rechten weerhouden. Dus dat wil zeggen, aanvankelijk zijn dat een aantal boeren die dan hun schapen daarop laten grazen of hun koeien. Wel, dan gaan zij dat proberen af te bakenen voor dat soort type gezin, boerderij, concept. Ja. En dan zie je, ja, als er dan immigranten binnenkomen die een andere religie hebben, die een ander soort landbouwmodel hebben, landloze arbeiders, dat ze die proberen uit te sluiten om ja, dat te reserveren voor eenzelfde soort groep. Daar zit een zekere logica achter. Dan hou je een homogene groep met homogene belangen. Ze doen dat ook vanuit ja, de vrees dat de draagcapaciteit van dat land het ook niet zal aankunnen als je zomaar eender wie gaat toestaan om dat te gebruiken. Dus op zich is dat een rationele vrees, dat je niet meer zomaar zegt van kom, ja, iedereen mag hier binnen. Maar vaak zie je toch ook wel dat het, zelfs al kan het, zelfs al kunnen er mensen bij, dat er een soort van rigiditeit ontstaat. En dat zij dat dus willen reserveren voor zichzelf. Ja, waarom? Daarom. Omdat ze het kunnen. Omdat ze die privileges kunnen weerhouden voor zichzelf. Ja, dus de nieuwkomers zijn niet welkom, we gaan die uitsluiten. En je hebt nu een interessant aspect genoemd. Het gaat ook over de draagkracht van het land verdedigen, garanderen, bestendigen voor latere generaties, voor zichzelf en voor hun kinderen en kleinkinderen. Dat heb je ook onderzocht, hè, hoe veerkrachtig de commons waren op ecologisch vlak. Wordt de grond niet overgeëxploiteerd en dus gaat die niet verminderen in opbrengst. Want veelal denkt men, als het inclusief is, dan zal het niet veerkrachtig zijn, dan wordt het uitgebuit. Absoluut. Dus wat je ziet, dat is een heel befaamd artikel. The Tragedy of the Commons van Garrett Hardin. Daar hebben we het weer. Voilà, daar hebben we het weer. Dat is een artikel dat wordt, ja, ik denk dat al een miljoen keer geciteerd is. Freedom in the Commons brings ruin to all. Dat is een quote uit het artikel dat dus elke keer wordt gequote. En het principe was, ja, als je iedereen zomaar laat doen, dan ga je mensen hebben die altijd gaan zeggen van we weten eigenlijk dat dit soort stukje grond pakweg 10 koeien aan kan. Dus we zijn met 10, iedereen 1 koe. Maar iedereen heeft de inherente nood of drang om te zeggen, ja, maar als ik daar nu 2 koeien op zet, dan heb ik alle baten van die 2 koeien en de rest draagt de kosten van het feit dat er daar een koe te veel over staat. En iedereen denkt, ik ben de enige die zo slim is om dat te doen, maar stiekem doen ze dat alle 10, dus gaat dat eraan. Dat is het principe. Wat je dus ziet, is dat dat niet waar is. Ja. Dus dat is al lang onderuit gehaald. Hè. Eleanor Ostrom heeft daar dus de Nobelprijs voor gewonnen in economie, omdat zij heeft aangetoond dat dat dus niet klopt. Maar er zit wel een inherente dreiging. Het is wel zo dat natuurlijk hoe meer mensen eenzelfde dorpsheide of eenzelfde dorpsbeemd gaan gebruiken, dat heeft natuurlijk wel een risico in zich. Maar wat ik dus ook dan heb bestudeerd, is ga je dus net meer problemen zien bij zo'n inclusieve commons? En daar was het antwoord nee. En het was eigenlijk net die inclusiviteit die ervoor zorgde dat dat niet gebeurde. Hoe kan dat? Leg dat eens uit. Omdat als je mensen uitsluit, dan gaan die natuurlijk er belang bij hebben met proberen daar toch een graantje van mee te pikken. Dus dan gaan die de regels overtreden om daar toch naar te kijken. En dan gaan die dat doen op een zo, een gluiperige manier. Een graaierige manier. En dan gaan zij zeker en vast met die regels die er dan zijn om die draagcapaciteit te garanderen, gaan ze geen rekening houden. Dus dat is één. Twee, wat je ziet, is als je dat als hele gemeenschap gaat gebruiken, dan zijn er verschillende belangen. En als er verschillende belangen zijn, dan ga je elkaar een beetje in balans houden. Iemand met schapen gaat echt wel zien van, ja, maar je gaat nu toch niet te veel weggrazen. Dat goed is voor mijn schapen. En die met die koeien die gaat zeggen, ja, maar ik heb eigenlijk dat nodig. Iemand dat hout wil kappen, zegt, ja, maar we gaan toch ook heel dat bos niet kappen. En je houdt elkaar net in balans met wat men in machtsverhoudingen checks en balances zou kunnen noemen. Ja. En zijn die er dan niet in, waren die er dan niet in de commons in Engeland die je hebt onderzocht, of minder? Nee, dat was dus eigenlijk veel minder. Dus bijvoorbeeld wat je in Engeland zag, was dat op een bepaald moment alleen nog de supergrote schaapherders, boeren, die waren nog de enigen die daar gebruik van konden maken. En ja, die hadden altijd een belang om meer en meer en meer schapen erop te zetten. Ja, wie gaat u tegenhouden? Er waren niet genoeg commoners meer over om elkaar te controleren. Ja, die hadden dan op een bepaald moment gewoon met hun 10 beslist. Ja. We gaan ervoor. En de destructie van de heide die had eigenlijk alleen maar gevolgen voor de boeren die akkerteelt deden.
Want dat zand dat van die heide, dus dat gedegradeerde zand, dat blies dan op die akkers. Die kloegen daarover, maar die waren geen lid meer van die kommen, die waren uitgesloten. En dus je zag, alle baten waren voor diegenen die de destructie veroorzaakten, alle problemen waren voor anderen. En zij hadden dat dan collectief beslist van, we gaan daar, okay, we gaan daar gewoon met de mantel, ja, der liefde bedekken. Zeer interessant. Die Tragedy of the Commons komt inderdaad altijd terug als een artikel dat zegt dat de commons onmogelijk zijn en tot destructie van het goed leiden. Het is eigenlijk zo'n beetje het artikel dat het meest geciteerd is, omdat het de bal heeft misgeslagen. Zijn er daar anderen voor? Het heeft de bal niet misgeslagen. Hij heeft alleen een foute definitie van de commons, want hij zegt freedom in the commons. Ja. Er bestaat niet zoiets als freedom in the, ja, commons. Want mensen die gaan samenwerken, die leggen zichzelf vrijwillig aan banden. Ja. Als je wil samenwerken, iedereen die ergens in een vereniging zit, beseft dat. Je zal afspraken moeten maken, je zal met elkaar moeten kunnen samenleven. En dat houdt per definitie in dat je regels opstelt en dus jezelf beheerst op de een of andere manier. Ja. En, ja, dus wat hij bedoelde was eigenlijk freedom on public land brings ruin to all. Ja, waar geen regels, commons, waar geen afspraken zijn. Dan is het tijd om onze tweede gast op het podium te vragen. Tom, kan jij even erbij zitten? Ja, springen. Ja, dat is goed. Tom, als landbouwpionier ben jij fit en spring jij vlot alle podia op. Jij bent een landbouwpionier in hart en nieren, actief bij Boer & Company, een coöperatieve boerderij gedragen door een grote groep deelnemers. Het was een heel drukke periode voor jou nu. Heb jij toch maar tijd kunnen vinden? Was dat makkelijk voor jou om tijd te vinden voor ons? Als ik hier graag ben, dan maak ik daar gewoon tijd voor. Hè. Dus planning en om 5:30 beginnen werken, dan kan je ook iets vroeger stoppen. Oké. Okay. We praten over Boer & Company tijdens onze tweede ronde. Boer & Company, een voedselgemeenschap in Leuven. Dit gifje is vanzelfsprekend, of voor alle duidelijkheid, niet van Boer & Company. Is iets dat we van het web gehaald hebben. Tom, jij bent een van de eerste CSA-boeren in onze regio. En misschien zelfs in België. Maar wat is dat eigenlijk, een CSA? Wel, op een CSA-boerderij slaan boeren en burgers de handen in elkaar om samen een landbouwbedrijf te runnen. En in 2007 heb ik dat in Nederland ontdekt, dat concept. En ik vond dat zo geweldig, omdat dat voor mij op heel veel vlakken klopte. En dacht ik, dat wil ik ook doen. Ik kom eigenlijk uit de sociale sector. Ik ben niet van boerenafkomst, zelfs al verschillende generaties niet. Maar het educatieve aspect, het economische aspect en het ecologische aspect dat je terugvindt in die gemeenschappen, zo zijn er ondertussen een 80-tal in heel Vlaanderen, verenigd in het CSA-netwerk dat we hebben opgericht, werken allemaal aan een manier waar boeren en burgers samen op verschillende manieren biologische landbouwbedrijven succesvol proberen te maken. En wat betekenen de letters CSA? Kan je dat ook nog even vertellen voor de mensen die het niet weten? Het staat voor Community Supported Agriculture of Community Shared Agriculture. Dus landbouw gedeeld door een gemeenschap of, ja, landbouw ondersteund door een gemeenschap. Ja, er bestaan, ja, een paar versies van. Dus boeren en consumenten die samen de handen in elkaar slaan om het landbouwmodel op poten te zetten. Hoe werkt dat dan precies in jullie geval? Kan je dat even uitleggen? Ja, bij ons is het behoorlijk ingewikkeld geworden, omdat wij een gemengd bedrijf zijn. Het is makkelijkst uit te leggen voor een groenteteeltbedrijf. Daar heb je op bijvoorbeeld 1,5 hectare grond, een 300 tot 350 mensen die daar kunnen komen oogsten of de groenten van die grond via pakketten toegeleverd krijgen. Maar die mensen dragen mee de lusten en lasten van dat landbouwbedrijf. Dus in een goed jaar gaan ze meer oogsten. Ze investeren mee door op voorhand een deel van de oogst te financieren. En als het een grote oogst is, heeft iedereen geluk. En als het een kleine oogst is, ja, is het iets minder leuk. Maar zo gaan we er samen door en is het risico dat sowieso inherent is aan landbouw of aan ondernemen, gedragen door een veel grotere groep dan alleen maar de boeren. Ja. En wij zijn dus een gemengd bedrijf, dus wij proberen dat ook te vertalen
naar de zuiveltak. Wij laten de mensen niet hun eigen koe melken, nee. Wij melken ze voor hun. Ja. Maar in goede grasjaren zijn de zuivelpakketten wel ruimer en gevarieerder dan in minder goede grasjaren. En natuurlijk is de logica van een gemengd bedrijf, we hebben akkerbouw, we hebben veeteelt, we hebben varkens, groenten, kleinfruit. Als het weer is zoals nu, ja, dat is keigoed voor de aardbeien, maar dat is niet zo goed voor het grasland. Dus gaat er wat minder zuivel zijn, maar wat meer aardbeien. En zo spreidt het risico zich niet alleen over meer mensen, maar ook nog over meer teelten. En alleen binnen de groenten spreidt zich dat al over een 60-tal verschillende teelten. Ja. Dus eigenlijk het beeld van de boerderij dat we kennen uit onze kinderboekjes, waar altijd een boer op een tractor zit en een paar fruitbomen staan, een of twee koeien aan het grazen zijn, wat kippen. Dat zie je nergens meer, maar bij jullie is dat wel nog altijd het geval, de gemengde boerderij. Al zitten ze misschien niet op dezelfde plek allemaal. Ja, we zitten voornamelijk rond de Abdij van het Park in Heverlee. Maar omdat wij niet van boerenafkomst zijn en dat commons systeem toch niet meer zo in voegen is, proberen wij op verschillende manieren aan grond te geraken, vooral via de landgenoten, wat dan wel inzet op het gemeenschappelijk beheer. Wat zijn de landgenoten? Kan je dat even uitleggen? De landgenoten is een coöperatie die op Vlaams niveau geld verzamelt van investeerders of schenkers. Die leggen al dat geld netjes samen, kopen daar landbouwgrond mee en laten die bewerken door bioboeren. En zo heb je in Wallonië, de tegenhanger is aan Terre en Vue. Voilà. Ja, en dus jullie zijn, raken via landgenoten aan een stuk? Ja, daar hebben we redelijk wat grond van, maar evengoed via de paters van de abdij, via de stad hebben we grond, via privépersonen die willen investeren in biologische landbouw, de kerk, fabriek en MBS. Heel wat grond. Je ziet ook eigenlijk. De stad, ook de steun van de stad is belangrijk. Dat maakt deel uit van een gemeenschap die de landbouw ondersteunt. Ja, klopt. Ja. En bovendien zijn we ook nog een coöperatie. De boerencompagnie zelf is een coöperatie. Dus heel onze achterban kan ook mee investeren in het bedrijf. Dus wij doen de gronden via de landgenoten. Maar tractoren, koeien, melkverwerkingsinstallatie, wat dan ook. Dat loopt via onze achterban, waarmee wij samen eigenaar zijn van het bedrijf. Zijn alle klanten coöperant? Nee, we hebben dat niet aan elkaar gekoppeld, omdat eerst had ik een eenmanszaak. Mensen waren gewoon om gewoon klant te kunnen zijn, deelnemer binnen de CSA. En dan begonnen we met een coöperatie, maar we vonden het heel moeilijk om mensen die dan minder financiële middelen hadden te zeggen van je kan nu niet meer komen oogsten, want je hebt niet het geld om mee te investeren. Dat vonden wij niet fijn om te doen. Dus hebben we dat ook niet gedaan. Maar wij moedigen ze wel aan, al is het om één aandeel te kopen. Dat kost nu een kleine €300. En dan krijg je ook mee inspraak in je voedselsysteem. Ja. Dus het is niet alleen maar geld investeren, het is ook echt mee. Ja. En we hebben het zelfs zo georganiseerd dat de finale macht bij de consument ligt. Dus het is niet dat we niet bij de coöperant? Ja, dus bij de coöperant, maar niet de coöperant. Bij de boer. Ja. Dat is een risico dat we daar genomen hebben. Veel mensen hebben ons aangeraad, doe dat toch niet, hou 51% binnen de boeren en zo verder. Ja. Maar wij zijn ervan overtuigd dat als we onze visie niet overgebracht krijgen, niet uitgelegd krijgen, opdat de meeste mensen toch mee zijn in ons verhaal, dan klopt er iets niet. Okay, en hoeveel procent van de aandelen zitten dan in praktijk bij jullie, bij de boeren? Oh, dat is maar een minderheid. Maar dat staat ook los van de machtsverhoudingen. Binnen de statuten hebben we dat anders geregeld. Dus het is niet hoe meer aandelen je hebt, hoe meer stemmen dat je hebt. Het is gewoon één persoon. Nee, elke coöperant heeft in principe één stem. Ja. En is het moeilijk om de coöperanten te overtuigen of uit te leggen hoe het systeem werkt, wat belangrijk is voor de productie? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. We hebben een hele trouwe, loyale achterban die ons door dik en dun steunt. En er zijn mensen die van begin betrokken zijn, al 15 jaar ons bedrijf kennen en mij helpen opstarten. Ik was toen 30 jaar toen ik begon. Ik had helemaal niet veel financiële middelen. Er moest een waterput geboord worden. Al dat soort dingen hebben zij echt wel meegedaan.
Ik hoop dat dat ooit iets wordt dat je op je cv schrijft. Ik heb een CSA mee opgericht. Ja. Je hebt me ook verteld dat jullie eigenlijk geen problemen hebben gehad om kapitaal vast te krijgen via de gemeenschap, dacht ik. Ja? Recent hebben wij onze grootste financiële sprong gemaakt, omdat wij een glazen serre wilden bouwen en ook investeren in de hele infrastructuur om het zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten toegankelijker te maken en leuker te maken en mooier te maken en duurzamer te maken. En daar hebben wij een oproep gedaan en daar hebben wij op 14 dagen tijd toch... Ik weet niet of ik het bedrag mag noemen, maar een zeer aanzienlijk bedrag. Een aanzienlijk bedrag, dat zal weten op te halen. Dus, Ja, wat dus toch wel belangrijk is, toegang tot kapitaal is moeilijk voor landbouw. Dat is nog grotendeels via win-win leningen, via korte termijn leningen, maar nu zijn we dat stilletjes aan het omzetten in aandelen. Een groot deel daarvan is ook al wel aandelen, maar we willen nog wel aandelen ophalen om de leningen die we ook zijn aangegaan, af te lossen en zo het bedrijf nog coöperatiever te maken, zoveel mogelijk mensen, kleine en grote bedragen te verenigen. Okay. En zo het bedrijf vorm te geven. Oké. We gaan even naar Maaike terug. Maaike, in welke mate kan je Boer & Company een hedendaagse common noemen? Of in welke mate zou jij dat zo benoemen? Ik vind het altijd gevaarlijk om historische definities op iets te kleven, want het komt er niet helemaal mee overeen, omdat dus inderdaad het land op zichzelf niet als een gemeenschappelijk goed in de middeleeuwse zin van het woord. Maar het principe is wel inderdaad van, kijk, de hele gemeenschap heeft bepaalde belangen, zijn de voedsel genereren. Je gaat samenwerken, je gaat daar samen afspraken over maken. Dus zeker die inspraak, denk ik, dat wel een aantal belletjes kan doen rinkelen. Dat je zegt van, kijk, als gemeenschap ga je bepaalde manieren bepalen hoe je gaat oogsten, hoe je gaat zaaien, wat je daarmee gaat doen. Dus dat sluit eigenlijk wel aan. Maar wat bijvoorbeeld wel voor middeleeuwers echt vreemd zou zijn, is dus... ik ben van het dorp en dus ik heb een aandeel en nu mag ik daar dan mijn groenten komen halen bij iemand anders. Dat zouden zij op zich wel vreemd vinden. Dus het sluit daarbij aan, maar het is anders. Maar ik vind het op zich... Ja, laten we vooral ons laten inspireren door die historische commons. Er zijn een hele hoop zaken van de middeleeuwen die we toch stiekem niet willen. Dus we moeten daar ook niet rigide in zijn, denk ik dan. Ja, we gaan eens even kijken of iemand... iets wil toevoegen. Vilsan rent toe. Ja, een vraagje. Iets informatief over de eigendom. Dus het grootste stuk van de eigendom van de grond is bij jullie, bij de boer, en dan aangevuld met gronden van gemeente, kerkfabriek en zo, die jullie in beheer hebben. Is dat juist? Nee, de boerencompagnie als coöperatie, laat staan, ikzelf, heeft geen enkele grond in bezit. Dus wij huren of pachten of hebben afspraken of gebruiken gewoon grond van allerlei organisaties en instanties. De landgenoten die heeft echt als doelstelling grond aan bioboeren ter beschikking te stellen. Dat is een aparte coöperatie van onze coöperatie. Dus dat is een van de grondeigenaars waar wij grond van gebruiken. En daarna dus inderdaad de stad, investeerders, privépersonen, allerlei. Oké, dank je. Ja, een vraagje aan Tom. Dus je spreekt over een gemengd landbouwbedrijf. Dus ik veronderstel dan groenten, fruit en ook dieren. En die dieren, dat zijn koeien die dan een beter leven leiden, dat weten we allemaal, dan in de klassieke veehouderij. Dus dat is op zich al een goede zaak. Maar uiteindelijk, die dieren worden ook na verloop van tijd geslacht. Kan dat? Ja, dat klopt. Ja. Dus ik heb daar een vraag over in de zin dat wij met de... voorbije jaren ook door wetenschappers meer en meer tot de vaststelling komen dat dieren medesoorten zijn die in wezen niets van ons verschillen. Hetzelfde bewustzijn hebben, het hele scala aan emoties, moederbinding, treuren als er een dier wordt weggehaald, die ook de geur van dood opmerken als er een klassiek slachtbedrijf wordt gebracht. En dus de vraag is welke rechten we uiteindelijk
ons toegeëigend hebben in onze omgang met medediersoorten. Wij zijn elke dag met die dieren bezig. Dat is inderdaad niet simpel om die beslissingen te nemen. En we hebben daar echt wel intense momenten over, van waarom doen we dit en kan dit en zo verder. Maar tegelijkertijd zien wij wel, of vinden wij, is onze visie, en je hoeft daar niet mee akkoord te zijn, maar is onze visie wel dat dierlijke productie een deel van de landbouw kan blijven uitmaken en misschien zelfs moet blijven uitmaken. Maar natuurlijk niet op de manier dat het nu gebeurt op heel veel bedrijven. Daartegenover staat dat er al heel wat jaren gewerkt wordt aan een mobiele slachtunit, waarbij de vrachtwagen naar uw bedrijf komt en het daar ter plekke kan gebeuren. Dat lijkt mij veel beter dan het dier naar het slachthuis te brengen. Ja, dat is echt heel ingenieus, die mobiele slachtunit. En dat is nu misschien niet het leukste onderwerp, maar goed, het is maar in the face. Maar die worden gewoon doodgeschoten op het moment dat ze het niet eens doorhebben of nauwelijks doorhebben. Dat is helemaal anders dan transport. Bij ons denken die, gaan we naar de wei, gaan we niet naar de wei. Eens als ze in dat slachthuis komen, andere koeien in die stal zien, dan wordt het al een beetje spannender. Laat staan, eens als ze in de lijn staan of in die box moeten, dan ik ga niet ontkennen dat dat stress veroorzaakt, et cetera. Terwijl er is een manier om het anders te doen, alleen is dat toch in België nog moeilijk? In Duitsland gebeurt het, dat is Europese wetgeving, dus kan het in België ook, alleen zijn ze hier strenger dan de Europese wetgeving. En volgens mij onnodig en zou het mooi zijn om wel mobiel te kunnen slachten of ter plaatse te kunnen slachten. Oké, dat is de ethische kwestie. Er is ook de ecologische kwestie, de ecologische impact. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben in onze derde ronde, want dat komt dan op het terrein van het boek Tot de Bodem, waar we het zo meteen over gaan hebben. Onze derde ronde, Tot de Bodem, de toekomst van onze landbouw. Tom, dit is niet jouw bodem, mag ik hopen? Gelukkig, ja. Zo erg is het niet gesteld met die van jou, maar hoe erg is het met de bodem in onze landbouwbedrijven in Vlaanderen? Wel, er zitten heel grote verschillen op. Dit kan ook mijn bodem zijn. Als ik hem binnen dit, en laat zeggen dat ik hem nog maar 5 jaar beheer, omdat bodem herstel je niet op 2 jaar. Ja. De gronden die wij overnemen, daar zit een humusgehalte in van tussen de 0,9, 1,2, 1,5%, wat dus echt heel erg schrijnend, heel erg laag is. En als je dan eerst een regenbui hebt, nadien een droogte, dan heb je dit. En wat zou het moeten zijn? Hoeveel is een goed humusgehalte? Ja, het is heel moeilijk om grond van 1,2 naar 3 te brengen. Maar 3 is een goed gehalte. Dat is al een begin. Maar van 3 naar 5 is makkelijker dan van 1 naar... Ja, dat is niet helemaal juist, maar... Het klopt wel, hoe hoger het al is, hoe makkelijker het nog is om omhoog te gaan. Maar 12 kan ook, hè. En is ook helemaal prima. Alleen ga je dat in Vlaanderen haast nergens meer vinden, volgens mij. Tenzij de Maaike daar beter zicht op heeft. Maar dat gaat zeker niet het gemiddelde zijn. Als je gewoon modern beheerd akkerland gaat nemen, dan krijg je dit beeld en 1,2. We hebben een historisch grasland in Holsbeek in beheer. Dat is, voor zover ik weet, maar een keer of 4 geploegd geweest. En daar zitten wij wel op 5 bijvoorbeeld. Dat is historisch, maar toch dus nog ver van die 12 waar je het net over had. Ja, als je naar 12 wilt, ik weet niet, er zijn teeltechnieken, ik wil daar zelfs ook wel iets meer over vertellen, die je daar naartoe kunnen brengen. Maar dat zijn ook eerder bosgronden en dat soort zaken. Maar er zijn teeltsystemen waar wij aan het werken zijn, waar wij ook weer aan het proberen te pionieren zijn. Dat is altijd leren en zoeken. En gelukkig zijn er organisaties als Farming for Climate die dat ook steunen. Dus dat is zoeken, dat is echt zoeken om die nieuwe teeltmethode op poten te krijgen. En dan kan je ongelooflijk veel koolstof gaan vangen in de bodem en kan landbouw een enorme positieve bijdrage leveren aan het
afremmen van de klimaatopwarming. En dus dat gaat over humusgehalte, dat is dus houtige materie, koolstof, maar ook het leven, bodem, bacteriën. Ja, dat hangt altijd samen. Als je het één hebt, eigenlijk moet je gewoon de voeding voorzien voor het bodemleven en dan komt dat bodemleven wel vanzelf. Je kan dat ook nog wel versnellen als je daar heel bewust mee aan de slag gaat, maar dat is dan niet altijd zo goedkoop. Ja. Dus wij proberen vooral het voedsel te voorzien voor het bodemleven en dan komt het wel. Het voedsel voor het bodemleven, en wat is dat dan? Wat is het voedsel voor het bodemleven? Ja, mulching is het belangrijkste. En dan zullen veel mensen direct aan permacultuur denken. En dat is een heel mooi principe. Op kleine schaal is professioneel veel moeilijker om daarvan te leven. Dus je kan het niet mechaniseren. Het is ook het idee erachter dat het niet te mechaniseren is. Maar dus, ja, ik zal maar ineens over die methode eventjes uitweiden. Mulching op grote schaal, daar zijn ze in Amerika nu heel veel mee bezig in de akkerbouw. En dat systeem noemt rollerkrimpen. En dat wil zeggen dat je vooraan op de trekker een zware rol hebt staan met een soort van breekmes. Dat zijn geen scherpe messen, maar een soort van richels. Die rollen een groenbemester plat. Dat kan rogge zijn, dat kan koolzaad zijn, dat kan mosterd zijn, dat kan facelia zijn, dat kan van alles zijn. Je rolt die plat en achter op de trekker heb je dan een speciale zaaimachine met heel scherpe kouters die eigenlijk door die mulliglaag heen snijdt, die de zaadjes juist in die voren deponeert. En zo krijg je eigenlijk permacultuur op grote schaal. En dat is waar ik denk dat we met onze akkerbouw naartoe moeten om die duurzaam te krijgen. Okay. Maar dat is echt nog zoeken. En de ervaring in de States leert ook dat je dat, als je van zo'n grond komt en je past dat toe, dan ga je tussen de 3 en de 5 jaar door een diep dal, want er is nog geen bodemleven, et cetera. Dat wordt misschien iets te technisch. Maar je moet blijven doorbijten totdat ze hem toehapt, totdat dat vliegwiel in gang is. En dan gaat het altijd sneller. Maar beter. Ja, we worden inderdaad een beetje technisch. Maar ik weet, je hebt mij in een van onze voorbereidende gesprekken gezegd dat jullie stukken pachten waar 30 jaar intensieve landbouw op gestaan heeft en dat de koeien met lange tanden kijken naar het gras dat daarop groeit en eigenlijk geen zin hebben om daarvan te eten. Ja, dat klopt. Dat is vlak naast de abdij van het park. Daar is een driehoekige weide die wij gebruiken. Dat is een hectare of 3. Vanaf dat ik in Leuven woonde, dat is op rond mijn 14e jaar zoiets, heb ik daar alleen maar maïs weten opstaan totdat ik zelf aan het boeren was. Ja, maïs is iets waar heel veel op bemest wordt. Er wordt heel veel op bemest. Serieus onkruidbestrijding in het begin van het gewas, et cetera. Dode akker, sowieso heel laag humusgehalte, ook wel een echte zandgrond. Dat is echt een duin daar aan dat abdij van het park. Als het zoals nu niet regent, dan wordt dat dramatisch droog. En ik kan het zelf niet goed verklaren, maar we merken gewoon dat onze koeien daar, hoewel dat in mijn ogen smakelijk gras is op vele momenten, het toch niet eten. Dus zij merken het wel, zij proeven het. Ja, ik kan dat niet bewijzen. Ik zit met een wetenschapper naast mij, dus ik moet oppassen wat ik zeg. Maar ik weet het anders gewoon niet. Goed, we gaan het hebben over het boek. Tot de bodem, de toekomst van landbouw in Vlaanderen. Maaike, jij hebt het boek niet helemaal zelf geschreven. Er hebben 27 auteurs aan meegeschreven. Er staan hoofdstukken in over de geschiedenis van de landbouw, het subsidiebeleid van de Europese Unie over verkoop, over landbouw in het zuiden. Maar jij bent wel degene die het initiatief genomen heeft. En jij hebt het voorwoord en de conclusies geschreven. Dus jij bent de drijvende kracht erachter. Hoe ben je op het idee gekomen om dit te schrijven? Om dit op gang te zetten. Er komen eigenlijk een aantal dingen bij elkaar. Dus academisch ben ik voornamelijk met het verleden bezig, maar wel altijd met de vraag, wat maakt bepaalde maatschappijen kwetsbaar of veerkrachtig om met bepaalde schokken om te kunnen gaan? Ja. Dus die Kempen die waren heel veerkrachtig. En dus er zijn een aantal anderen die dat niet konden. Dus dat fascineert mij. Daarnaast zit ik ook bij Denktank Minerva. En voor Denktank Minerva worden er altijd studies geschreven over hedendaagse problematieken en hoe we daar een progressief antwoord op kunnen bieden. Omdat wij niet geloven in het argument, het is nu eenmaal zo. Er zijn altijd keuzes te maken. Ik heb ook een progressief.
Als je die twee dingen bij elkaar neemt, dan had ik zoiets van... Eigenlijk zouden we eens iets moeten doen over landbouw. Want daar gaat vaak ook het argument van... There is no alternative. Het is nu eenmaal zo. De landbouw is een tanker. Ja. Je keert dat niet om. En ik dacht... Ja, maar volgens mij kan dat wel. En vooral, de landbouw vandaag zit in een fundamentele crisis, volgens mij. Dus het klassieke landbouwmodel sleept zichzelf van crisis naar crisis, is dus zeker en vast niet veerkrachtig. Dus ik had zoiets, we moeten de vraag stellen, hoe vormen we dat om? Want die probleemanalyse, dat denk ik dat er al wel een honderdtal boeken voor bestaan. Maar hoe vorm je dan ons landbouwmodel om? En dat wilde ik dan doen voor Denktank Minerva. Maar aangezien ik een historica ben, weet ik wel van een aantal zaken iets, maar zeker en vast niet over alles. Dus heb ik een hele hoop experts aangeschreven met de vraag, in jullie specifiek vakgebied, dus mensen die over biodiversiteit, droogte, vermarkting, al dat soort vakgebieden, wat moet er gebeuren, wat voor soort beleid moet er ontwikkeld worden om van een kwetsbaar systeem naar een veerkrachtig systeem te gaan? En dat heb ik dan in de inleiding en de conclusie proberen de rode draden daarin te zoeken. Ja, de kwetsbaarheid van voedselsystemen, de veerkracht van landbouwgemeenschappen om te gaan met die kwetsbaarheid, is de rode draad een beetje door jouw werk, hè, de overexploitatie. En ik haal er enkele citaten bij uit het boek die de kwetsbaarheid van ons systeem wel heel erg duidelijk maken. Het eerste citaat is van Kurt Sanne, dus een bioboer die ook allerlei andere watertjes doorzwommen heeft, op kabinetten heeft gezeten en dergelijke. En hij schrijft in het boek: volgens Living Planet Report van WWF zijn vogelpopulaties in het landbouwgebied in België tussen 1990 en 2018 afgenomen met gemiddeld 61%. Een tweede citaat dat daar helemaal mee strookt, is van jou, Maaike. In Duitsland werden vallen neergezet om de totale biomassa van insecten te meten. En dat onderzoek registreert een terugval van 75% tussen 1989 en 2016. Merk jij die achteruitgang van insectenpopulaties, Tom? Heb jij dat gemerkt? Je bent al 15 jaar bezig. Nee, ik kan dat niet zo waarnemen, zeggen dat ik heb dat gemerkt of zo. Ik hoop dat ze bij ons eigenlijk toegenomen zijn. Want ja, ik neem gangbare gronden over uit monoculturen, et cetera. Wij planten hagen aan en zo verder. Dus ik mag hopen dat ze op de stukken grond waar ik mij het vaakst begeef, niet afgenomen zijn. Niet afgenomen, zijn misschien toegenomen. Zelfs toegenomen. Ja. Wat denk je, Maaike? Stevend ons leven, het leven op aarde, af op een ecologische ramp? Ik denk dat wel. Ik denk dat als we zo blijven verder doen, dat we dat zeker en vast... alle indicatoren wijzen daarop. Ik zal het zo zeggen. Wetenschappers zeggen dat ook niet voor hun plezier. Die indices, die zijn wat ze zijn. En het erge is, je zegt nu van de jaren 80 en zo verder, het jammer is, we hebben geen cijfers van voordien. Eigenlijk zouden we cijfers moeten hebben van voor 1960. Want waarschijnlijk is de ergste dip al gebeurd voordat we die systematische cijfers hebben. Dus het premoderne systeem, maar zelfs gewoon al van voor 1960, dat zou eigenlijk ons ankerpunt moeten zijn en niet dat dieptepunt in de jaren 80 en dan al helemaal niet nu. Ja, toen men al lang bezig was met pesticiden en met industrialisatie. Ja, en de soja waar het daarnet over ging, die willen we er ook even bij halen, want inderdaad, de Standaard heeft hier een boekje over open gedaan, over hoe de ontbossing in het Amazone-woud dient om ons veevoer van soja te voorzien. En dat dan via een van de vier grote multinationals en via de havens van Rotterdam of Gent tot bij ons komt. Krijgen jouw koeien of varkens soja, Tom? Geen enkele gram. Nee. Dus voor onze koeien, die leven uitsluitend op gras. Dus wij hooien, wij maken voordroog. Dat is wat onze koeien eten. We hebben een deel akkerbouw, dus ook graanteelt. We hebben zelf molens. Wij malen bloem en meel. En daar komen zemelen uit. Ja, als je witte bloem maalt, die zemelen die gebruiken wij als lokkertje om onze koeien in de melkstal te krijgen. Dus dat is het enige andere product dat ze krijgen. En dat gaat over
geen, ja, een halve kilo per koe per dag zemelen. Ah, ja, ja, ja. Gewoon van eigen geteeld graan. En mais? Krijgen ze mais? Nee, geen mais. Nee, puur gras en zemelen. En halen jullie dan een minder hoge opbrengst? Tuurlijk. Dan? Ja. En hoeveel procent is dat dan? Minder? Ja, dat is ook een moeilijke vergelijking. Het begint al bij het ras van de koe. Kan je een Holstein-koe op ons rantsoen houden? Ik vrees van niet. Die zijn zo doorgefokt dat die gewoon hele hoge eiwitrijke gewassen nodig hebben. En dan kom je bij soja, maïs, et cetera, uit. Ja, ja, ja. Dus daar, je kan het gewoon heel moeilijk vergelijken. Wij hebben dubbeldoelkoeien. Fleckvieh noemt dat ras, dat is een Duits ras. Een heel goede Holstein gaat tot 12.000, maar laat ons zeggen, dat is daar gemiddeld 8.000, 9.000 liter melk per jaar melken. Bij ons zit dat eerder rond de 4. Oké, toch dus minder dan de helft of een kleine helft van... zoiets gaat dat zijn. Wij zijn ook startende boeren, wij zijn allemaal niet van boerenafkomst. Deze koeien, mits nog meer ervaring, die krijg je wel naar tussen de 5.000 en 6.000 liter. Dat is één ding. En dan voor onze varkens, waarom hebben wij varkens? Ja, het typische spaarvarken, hè? Alle overschotjes, resten, afval, ook weer die zemelen van de molens. We hebben een kaasmaker, hè, of zuivelverwerkingsunit, of hoe moet je dat? Dat klinkt zo industrieel, maar een ambachtelijke kaasmakerij, laat ik zeggen. En daar komt natuurlijk heel veel afval in de vorm van melkwei en zo uit. Een varken vindt niks lekkerder dan dat. Wij nemen regelmatig nieuwe gronden over uit de gangbare landbouw. Ja. Daar deel ik granen met erwten of met bonen op. En dat is dan het veevoeder voor die varkens. Want ons varkens houden wij niet biologisch. Juist om die reden dat we daar dan toch al op die gronden die wij pas overgenomen hebben... En waar je nog geen biolabel kan krijgen. Geen biolabel op zit... toch al een waarde kunnen creëren en zo de omschakeling overleven. En dus de varkens eten granen, bonen, erwten van eigen teelt, zemelen, melkwei. En in een iets verder verleden stond het allemaal nog niet zo op poten. Dan kochten wij wel eens voeder in en dat kan nog eens gebeuren. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Natuurlijk kopen wij dan sowieso biovoeder in, hoewel de varkens niet bio zijn, kopen we dan toch bio. En... ik had van een collega gehoord dat de soja die in biologisch varkensvoeder zat, uit Roemenië kwam. Ik wou dat toch even zeker weten en hoe dat verhaal in elkaar zat, dat het zeker niet van het Amazonewoud kwam. En ik belde met de veevoederproducent. Eerst wou ze mij niet zeggen van waar en hoe het verhaal in elkaar zat. Ik heb gewoon gezegd, dan ben ik geen klant meer. En toen wou ze het ineens toch wel zeggen. En toen bleek dat de biologische soja in dat typische bio-varkensvoer uit India kwam op dat moment. Dat kan nadien Brazilië geworden zijn of nog later Roemenië, dat weet ik niet. Maar op dat moment kwam het uit India. En dan heb ik echt gevraagd, en dat was, ja, zo'n mensen doen dat niet graag. Die hebben graag alles heel gestandardiseerd en niet zo moeilijke klanten als mij. Maar ik heb doorgezet en uiteindelijk hebben ze een nieuwe samenstelling gemaakt. Is dan meer met lijnzaad, et cetera, om toch de juiste samenstelling te krijgen. Dat lijkt me een ongelooflijke moeilijke taak wat jullie op je bord nemen. Hè? Heel veel verschillende... teelt heel veel verschillende technieken waar je allemaal verstand van moet hebben. En dan krijg je de helft van de opbrengst ongeveer. Dus dat brengt ons nu op de vraag, dat is dan een tweede vaststelling in het boek, van de probleemanalyse die in het boek wel gemaakt wordt. Dat is, hoe zit dat met het inkomen van de boer? We hebben het ecologische probleem, maar we hebben ook het probleem dat de boeren zelf het hoofd moeilijk boven water kunnen houden. En we hebben daar ook twee citaten over. Eentje van jou ook, Maaike. 1 op de 4 landbouwers leeft onder de armoedegrens. En 1 op 7 kan zichzelfs geen inkomen uitkeren en boekt alleen verlies. Het tweede citaat is ook van Kurt. En die zegt, ja, een landbouwer verdient eigenlijk ongeveer het gemiddelde van een gewone loontrekkende. En binnen de landbouwsector is de vleesveesector de minst rendabele. Dus de vleesveesector die een heel veel... milieuproblemen oplevert, levert ook heel veel problemen op voor de boer. Ja. Is het mogelijk om een inkomen te verwerven uit landbouw? Hoe zit dat bij jullie, Tom? Ja, ik
durf zeggen dat wij geen slecht inkomen hebben, dat dat eigenlijk best wel een mooi inkomen is. Dat is ook niet vanaf dag één zo geweest, hè. Mijn beginjaren. Nogmaals, ik kom niet uit de boerenstiel. Ik moest grond kopen, ik moest machines kopen. Ik heb de eerste 5 jaar belachelijk hard gewerkt. Gewoon voltijds in het bedrijf, sowieso nog 2-3 avonden in de horeca. En in het weekend nog voor een andere boer. Dat is 7 dagen op 7 om het er te krijgen. En op dat moment zal ik zeker ergens in die statistieken gestaan hebben. Nadien is dat een stuk beter gegaan. Had ik voldoende klanten, had ik afzet, had ik beter door hoe je die faire prijs kon zetten, hoe ik daarover kon communiceren met mijn klanten. En zijn zij ook bereid om... Zij willen ook niet dat ik uitgebuit word. Zij willen dat ik op vakantie kan gaan, dat ik een auto kan betalen. Of een huis. En wordt de mindere opbrengst vooral gecompenseerd door de betere prijs? Of ook in grote mate door lagere kosten? Waar zit het precies? Ik denk een stukje beide. We hebben zeker een veel betere prijs dan de gemiddelde landbouwer die in de lange keten prijsnemer is. Ja. Wij zijn prijszetter, wij kunnen de berekeningen doen. Hoeveel het voor jullie kost en wat voor jullie rendabel is. Ja, doordat wij een coöperatie zijn, is onze boekhouding ook helemaal open voor alle coöperanten. Dus die kunnen perfect weten welke euro waar terechtkomt en welke tak binnen ons bedrijf het meeste opbrengt of het minste opbrengt. Kan er ook solidariteit zijn tussen die verschillende takken. Maar wij hebben een fatsoenlijk inkomen en we proberen dat ook voor onze medewerkers zo te doen. We hebben 1 iemand vast in dienst, dat is echt een werknemer. We hebben verschillende mensen in plukkaart, daar is dat al heel wat moeilijker. Dat is een systeem dat echt geschikt is voor de landbouw. Omdat wij in een plukkaarten zijn mensen die zijn seizoensarbeiders. Ja, dus dat is echt voor de landbouw ontworpen. En je hebt gewoon veel meer mensen nodig op bepaalde momenten, zoals nu. En in de winter gewoon veel minder mensen. Dat is eigen aan de sector. Maar ook die mensen betalen wij niet het minimumloon dat de seizoensarbeid toelaat. Dat proberen wij wel fatsoenlijk te doen, Oké. Maaike, als ik 2 rode draden uit het boek haal, voor mij, zoals ik ze erin vond, dat is te weinig macht bij de boer en te weinig betrokkenheid bij de gemeenschap. Is dat iets dat jij herkent? Ja, want ik vind het inderdaad, hè, jij hebt hier nu het verhaal van wij zijn prijszetter. Maar dat is uniek. Hè, dat is echt uniek. En dat is dus die korte keten die macht terug naar zich heeft getrokken als reactie op. Want voor een heel aantal boeren kan dat niet. Die zijn geen prijszetter. Wat wil dat dan zeggen? Die zijn prijsnemer. Hoe werkt dat dan? Ja, dus je hebt een product. Je gaat naar een veiling, je gaat naar een slachthuis en zij gaan gewoon zeggen wat zij zullen geven voor dat product. Ongeacht wat je daar hebt ingestoken van kosten, van arbeid, dat zal hen gewoon worst wezen. Daar wil zij niet van weten. Dit is de prijs dat de melk, de prei, de ajuinen op dit moment hebben en dat zullen zij eraan geven. En wat je ziet, is dat dus heel veel boeren in een tang zitten. Zeker varkensboeren, die zitten soms... Ja, zijn eigenlijk veredelde oppassers van biggen. Omdat ze kopen de biggen aan van die grote bedrijven, ze kopen het veevoeder aan, ze hebben de stallen moeten kopen of toch de lening krijgen van die grote bedrijven. De medicijnen, alle mogelijke zaken. Dan daarna moeten zij die biggen gaan verkopen aan slachterijen en zo verder. Wat ook weer diezelfde bedrijven zijn. En dan wordt dat naar de supermarkt. Dus dat klein stukje waar zij vat op hebben, krimpt ontzettend. En daar zie je dus dat dat inderdaad voor heel veel boeren de realiteit is. En CSA-boerderijen zijn een alternatief. Er zijn ondertussen nog andere in de korte keten. Dat hoeft niet alleen CSA te zijn, die dus net dat proberen te doorbreken. En dat is revolutionair, maar jammer genoeg nog altijd op de kleine schaal. Veel mensen, veel boeren, willen niet overschakelen, omdat zij net die kleinschaligheid, net dat soort model, daar schrik van hebben. Je gaat van een bedrijf waar miljoenen investeringen in zitten naar iets dat mogelijkerwijs veel te klein is voor hen om dat te doen. En daar zitten ook een beetje vast in het systeem. Die zitten daarin vast. Ja. In het boek schrijven Maarten Griffiths en Charlotte Prové over het neocorporatisme waar we mee werken. Dat wil zeggen, de boerenorganisaties die krijgen inspraak van de politiek.
In ruil schrijven ze voor disciplinering van de achterban. Heeft ons landbouwbeleid te veel oog voor de belangen van industriële en financiële concerns en te weinig voor de belangen van de boer? Ja, dat denk ik wel. En Boerenbond, dat klinkt heel sympathiek, omdat daar boeren in staat. Maar eigenlijk is Boerenbond de lobbyorganisatie voor zowel de boeren als de agro-industrie. Ja. Copacogeca, dat klinkt al veel duidelijker. Dat is tweeledig. En daar hoor je het overduidelijk in. Het een is voor de boer, de ander is voor de agro. Wat is Copacogeca? Ja, dat is de vereniging. Vraag me nu echt niet waar al die letters voor staan. Maar dat is de vereniging die dus de boeren vertegenwoordigt en de agro-industrie. De internationale koepel. Op Europees niveau. Ja. En dus Boerenbond is daar dan de Belgische poot van, of even knieën, hoe je het ook moet noemen. En wat je dus ziet, is dat zij doen alsof zij de boer vertegenwoordigen, maar dat is dus eigenlijk niet. Zij zijn een concern waarbij Acerta in zit. Daar zitten de banken bij, daar zitten dus de veevoeders en de pesticidenbedrijven in. De Boerenbond schrijft zelf inderdaad dat het voordelen heeft voor de boer dat zij die activiteit allemaal hebben, want dat levert inkomsten op die ze in consultancy voor de boer, in dienstverlening voor de boer kunnen. Dat is inderdaad ook weer die afhankelijkheid. Je moet je eigen boekhouding niet doen, de leningen, de bank weet perfect als jij komt aankloppen, waaraan en waaraf. Dus veel boeren zijn daar afhankelijk van geworden, want het vraagt heel veel energie om dit soort boerderij staande te houden. En het feit dat zij dat kunnen aanbieden, maar dat komt natuurlijk in ruil voor iets. Dat wil zeggen dat je alleen maar advies krijgt, alleen maar een lening krijgt, alleen maar al die ondersteuning krijgt, op voorwaarde dat je dan natuurlijk gaat spelen volgens de regels dat voor al die concerns nuttig zijn. Ja. En dat hebben we al veel gehoord. Hè. Die panoreportages waar de boeren zijn gaan interviewen, die komen daar ook gewoon eerlijk vooruit. Dus het is dienstverlening in ruil voor te plooien, je in te schakelen in een bepaald systeem. Ja. Hendrik van Damme van het Algemeen Boerensyndicaat zei op het debat van jouw boekvoorstelling. Vroeger, bij het bedrijf van mijn grootvader of vader, kwamen de voorlichters, de consulenten, over de vloer. Dat waren er van de overheid zelf. En nu bestaat dat niet meer. De overheid heeft dat afgestoten en het is enkel nog privé dat je dienstverlening of consultancy kan krijgen. Komen er bij jou consultants over de vloer? Komen die soms aankloppen? Die komen niet aankloppen. We hebben vooral in de veehouderij wel een hele goede consultant, privépersoon, die dat voor ons doet. En, maar dat is niemand van de Boerenbond. Die werkt voor gangbare en voor biologische veehouders. En die vindt ook wel spannend wat wij doen. Die kijkt daar mee naar. En eigenlijk kalver bij de koe laten, dat wordt niet gedaan. Wij doen dat dus wel. Al dat soort van dingen. Jullie hebben soms, of is dat dan samen experimenteren? Hij heeft duidelijk heel veel meer expertise dan wij, maar hij kan de principes waaraan wij willen vasthouden, kan hij de consequenties van doorrekenen. Dan moeten we kijken, want ja, we zijn wel een bedrijf. We zijn geen kinderboerderij of zo. Dat is niet gesubsidieerd of niet meer gesubsidieerd dan elke boerderij gesubsidieerd is. Dus we moeten wel zorgen dat we niet te veel rode cijfers zien. Maar dat kan samengaan. En ik ben ervan overtuigd dat we nog heel veel te leren hebben. En ja, ik kijk heel veel naar Amerika. Daar heb je de grootste extreme qua agro-industrie, maar ook de verst doorgedreven alternatieven. Veel meer expertise op vlak van veehouderij. Waarom dat je juist op gras alleen toch veel kan melken, et cetera. Het wordt weer veel te technisch, maar dat is echt wel waar we naar moeten kijken. En dat kan op grote schaal. Maar ik denk dat we in heel dit debat een heel goed onderscheid maken tussen landbouwpraktijk en het economisch model waaruit we werken. Want je kan perfect een bioboer zijn en via een kapitalistisch systeem werken. Ja. Ja. En dan ga je ook in de problemen komen, volgens mij. Terwijl wat wij doen, dat is geen communisme, dat is geen kapitalisme, dat is echt zoeken. Wordt wel eens associatieve economie genoemd, waarin je een associatie aangaat met iedereen in de keten. En de basisvraag van die associatieve economie is dan, hoe kan ik ervoor zorgen dat de ander gelukkig kan zijn? En die vraag kan je, of dat je echt jezelf kan zijn op de manier, de koe zijn zoals een koe
koe wil zijn en varken zijn van een varken, maar ook prei. Maar die vraag kan je ook stellen aan toekomstige generaties. Hoe kan ik boeren opdat jij nog goed gaat kunnen leven? Of zelfs aan... dat klinkt heel, heel wollig en zo verder, maar dat is een hele simpele basisvraag die een heel ander economisch... Ja. Het gaat niet enkel over het ecologisch aspect, het biologisch boeren, maar ook over die rol van de gemeenschap. En dat is voor ons vanavond wel een thema. Ik vond een van de... Misschien het allerleukste hoofdstuk waar ik het meest van opgekeken heb, een hoofdstuk over de New Deal in de jaren 30 en 40 in de Verenigde Staten. Over een agricultural democracy dat er toen heeft bestaan, waar ik nog nooit van gehoord had. Het is dus een participatief proces geweest met landbouwers, consumenten, natuurorganisaties in de verschillende counties in de Verenigde Staten. De meerderheid van de counties blijkt eraan meegedaan te hebben. In totaal blijken 200.000 landbouwers aan zo'n discussies meegedaan te hebben over de toekomst van de voedselproductie, waarin vragen beantwoord werden als welke grond is geschikt voor bebossing, welke voor landbouw en hoe zit het in de verhouding prijs-consument, boer-consument. Zeer fascinerend. Kan zoiets werken hier, denk je? Ik denk dat wel, want je sprak er inderdaad net over. Het is een corporatistisch model op dit moment. Dat wil zeggen, je hebt bijvoorbeeld in een aantal raden waar er advies wordt gevraagd, dat wordt alleen gevraagd aan de boerenvertegenwoordigers, dus de Boerenbond enzovoort, en de natuurverenigingen. Die twee plaatsen tegenover elkaar, die hebben dan soms zeer pittige debatten. Daar komt mogelijkerwijs een advies uit en dat gaat dan naar de regering. Die kunnen dat advies perfect naast zich neerleggen en dan zien we dat er gebeurt. Maar dat is natuurlijk, dan zie je dat er ook heel gepolariseerde debatten komen. Zie naar dat stikstofdebat, waarbij het hart tegen hart gaat. Natuur versus landbouw, die tegen elkaar staan te schreeuwen uiteindelijk, met ondermeest agressieve bewoordingen. Daar hebben ze dat proberen te doorbreken. Van, ja, ga aan tafel zitten, ook met burgers. Niet alleen landbouw en natuur, maar burgers. Mensen die daarnaast wonen, consumenten, producenten van verschillende soorten aard. En je komt pas van tafel op voorwaarde dat er iets uitgekomen is, dat er een consensus uitgekomen is. Niet zo gewoon van, kijk, ik heb mijn stelling kunnen geven, jij hebt je stelling kunnen geven en nu is het aan de politiek om dan de knoop door te hakken. Nee, er moest een consensusmodel uitkomen. Ik denk dat dat wel echt de toekomst is. En ik denk dat in zo'n CSA dat je daar al een klein stukje van hebt. Dat zijn dus uw consumenten die mee beslissingen kunnen nemen. Dat zijn dus ook de landgebruikers die zullen klagen als ze beseffen van ja, maar nu gaat je toch pesticiden gaan gebruiken, et cetera. Dus dat creëert een veel meer gedragen standpunt. En dan denk ik ook dat mensen uit hun loopgraven moeten komen en ja, het zullen moeten vinden met elkaar. Of dat dan nu echt op zo'n ontzettend... Overal alle boeren bij elkaar, dat weet ik niet of dat kan. Maar meer uit die loopgraven dan dat het vandaag is, meer uit dat corporatistische model, ik denk echt wel dat kan. Ja. Een aantal maanden geleden was er een interview in de Standaard met een Nederlandse sociaal geografe, Floor Milikowski, en die zegt, ik zie overal kleinschalige en innovatieve projecten in de landbouw. Innovatie komt niet uit Den Haag, je moet mensen op het terrein stimuleren om te innoveren. Herken jij dat, Tom, als je met boeren van de gangbare landbouw praat? Hoe staan die tegenover wat jullie doen? De meeste heel positief. Ik heb heel goede contacten met mijn collega's in de buurt en soms ook wat verder. In de eerste plaats zijn wij allemaal boeren en collega's en we hebben andere visie en andere teeltmethoden. Maar ze respecteren mij wel en ons en dat is ook wel gegroeid, want in het begin is dat wel iets raar, hè, die daar denkt en dat hem het kan en zo verder. Maar nu zien ze wel dat wij iets deftig uit de grond stampen en zeker toen we begonnen melken, dat dwingt wel respect af bij andere boeren, omdat die wel weten wat dat is, daar elke dag, elke morgen staan. Dus dan, ja, ik heb het gevoel dat we dan helemaal erkend werden. Maar nu gaat dat ook soms nog wel verder. Hè? Dus dat model met dat roller krimpen. Ik heb daar met verschillende collega's... Model? Wat? Met het roller krimper, met die rol van ja, voor ja, ja, wat je daar net beschreven hebt. Graanzaaimethode.
Ja, ik praat daarover natuurlijk heel enthousiast met de collega's. En er is toch al ene die het machines komen lenen. En oh, geweldig. Dan ja. kan het niet alleen maar op onze, wat doen we, 15 hectare akkerbouw. Dan kan het ineens op 50 okay. hectare meer. Ja. En ja, de kunst zal zijn om hem ook te laten doorzetten door die 5 moeilijke jaren. En als het dan begint te gaan, want die zien ook gewoon de prijzen van alle inputs stijgen. En met dat model heb je gewoon veel minder inputs. Ja. En diezelfde boer bijvoorbeeld, die... Minder meststoffen nodig. Ja. Die verkoopt 65 runderen aan Delhaize en 15 aan huis, gewoon in pakketten. Aan die 15 verdient hij meer dan aan die 65. Dan 65. Dus ja, die zien het ook wel hoor. Zo moeilijk is het eigenlijk allemaal niet. Alleen, ja, daar zit veel meer familiehistoriek en druk op. De gangbare collega met wie ik het meeste samenwerk, die wil eigenlijk helemaal anders. Die wil eigenlijk met ons in zee gaan. Maar die moeder zit daar nog bovenop en die is eigenaar van de gronden. Ja, ja. En hij kan nog niet bewegen. Die mens is ook 57 of zo, maar die moeder houdt dat in de gaten. Okay. En dat er is, terwijl mijn ouders, ja, die kennen er niks van. Die weten wel waar ik mee bezig ben en die vinden dat wel leuk, maar die gaan zich niet moeien. Nee, moeien zich niet, want dat is geen boerenfamilie. Ja. We hebben een filmpje over verkoopt, hè. We komen er net op. Hallo, ik ben Sid van de Foodhub. Wij zijn een coöperatieve vennootschap waarmee wij biologische voeding van kleinschalige producenten uit het zuiden van Europa importeren en verdelen in België. Wij werken samen met verschillende onafhankelijke winkels, restaurants en scholengroepen. En wij zijn een coöperatieve structuur in de zin dat zowel onze producent-boeren als klanten, als sympathisanten deel van ons project kunnen worden. Op die manier proberen wij in een korte keten producent, ook al is hij verder gelegen in afstand, toch dicht bij België te brengen en bij de Belgische consumenten. Foodhub draait om de mensen, zowel in de mensen waar we aan verkopen als de mensen waar we van kopen. Voor ons is het heel belangrijk dat die connectie tussen boer of boerin en winkel en eindconsument zo dicht mogelijk bij elkaar is. En daarvoor nodigen we mensen uit om mee met ons naar Spanje of naar Italië te gaan. Maar we nodigen ook de boeren uit vanuit het zuiden van Europa om mee naar België te komen en de winkels te leren kennen en te zien waar hun producten en hun arbeid toe heeft gediend en hoe de mensen daar blij mee zijn met wat er gekocht wordt. Dus hadden we bijvoorbeeld vorig jaar de mensen van de Ferme du Peuplier, biologische boeren uit Waals-Brabant, die op verschillende markten staan, zijn meegekomen naar Spanje. En zij hadden, zonder dat wij ervan wisten, een boek gemaakt met foto's van de klanten die appelsine kochten. En ze hebben dat boek laten zien aan onze appelsienboer, met getuigenissen bij waarom die mensen dat de lekkerste appelsien vinden die ze kunnen kopen. Mensen die speciaal naar de markt komen voor die appelsine. En dat was een heel emotioneel moment om Juan en César, zijn broer, in tranen uit te zien barsten uit emotie. Om te zien dat het werk dat zij daar doen op 2000 kilometer afstand zoiets mooi teweeg brengt in België. Oké. Okay. Je hebt je verschrikkelijk naar achter moeten draaien. Ik hoop dat je niet je rug verrokken hebt. We hebben het al heel wat gehad over de rol van de gemeenschap, het belang van die connectie tussen boer en gemeenschap, hè, naar aanleiding van Boer & Company. Maar Foodhub brengt nog een ander aspect in, hè, dat is het aspect import. Want we gaan natuurlijk niet kunnen erin slagen om zelf bedruipend te zijn, we gaan altijd import nodig hebben. Het zijn altijd producten die we ze niet zelf gaan kunnen kweken. En wat zij zeer sterk bewaken, is dat wat zij importeren niet in concurrentie gaat met de plaatselijke producenten. Zij importeren producten die wij niet kunnen kweken. Hoe belangrijk is het dat coöperatieven ook in dat geheel van internationale commercialisering een rol gaan spelen? Ja, op zich kunnen wij zelf bedruipend zijn, maar dan gaat het op bepaalde momenten heel saai zijn. En dan gaan we kolen eten en dit zit. Daar ga je consumenten niet meer van overtuigen in een wereld als vandaag. Dus je gaat importeren. Maar het is inderdaad soms verregaand waanzinnig dat je graan van hier exporteert en dan ander graan importeert en appelen verschuift van het ene land naar het andere. Daar zit soms iets scheef in. Dus ik vind het wel belangrijk dat dat dan tenminste eens een keer duidelijk wordt gemaakt. Van kijk, zorg ervoor dat je zoveel mogelijk
van een aantal producten hier gaat produceren, maar hou die connecties ook wel open voor als er hier een misoogst is, dat er dan daadwerkelijk nog wel bestaande circuits zijn. En leg je dan toe op... Ga eens een lekkere kaas halen van dat land. Zorg eens dat je inderdaad appelsine haalt vanuit Spanje. Dat soort zaken dat je daar dan nog wel op kan inleggen. Maar ja, maak mensen bewust van wat ze kopen. We hebben het daar straks al gehad over die koe. Dat mensen dan echt wel weten van... Kijk, ik heb nu dit soort dier dat ethisch gekweekt is. Maar dat moet eigenlijk voor veel meer producten bekend zijn. Van besef waar het vandaan komt. Besef nu eens dat je die boontjes in dat seizoen... uit Kenia of uit Nieuw-Zeeland of weet ik veel waar, heb moeten laten overbrengen dat het niet normaal is dat er een aardbei ligt op een taart als het kerstmis is. Al dat soort zaken, daar zullen mensen toch wel terug meer over moeten nadenken. En ik vind het dan wel mooi dat zij daar bewustwording rondbrengen. Ja. Jij legt in de conclusies van je boek de nadruk op het feit dat het geen snoepdoos is waar je enkele... pralinetjes uit kan nemen en de rest kan laten liggen, omdat die smaak je niet aanstaat. Het is een geheel. Een geheel van maatregelen die nodig zijn. En dat is wat nu nog ontbreekt. Ja, dus dat zie je. Dat dus een aantal politici heel graag dan zeggen... Oké, de akkervogels gaan naar beneden. We gaan dan in een aantal akkers iets doen voor die vogels. Kijk, nu in Oost-Vlaanderen zijn er 4 grauwe kiekendieven die dat het gered hebben. Dat, mooi, mooi, mooi. Dat noem ik cherrypicking. Het gaat eigenlijk wel over alles en ik vind dat het stikstofdossier dit heel mooi heeft geïllustreerd. Door wat ze nu hebben bereikt, ga je zien dat je stikstofconto potentieel op een aanvaardbaar niveau is, naar gelang wat de definitie is. Maar het is mijn sociale kost weer gegaan. Waarom? Omdat het zonder sociaal flankerende maatregelen, zonder dat je je economisch model in vraag hebt gesteld, zonder dat je de vermarkting in vraag hebt gesteld, zonder dat je... Al die verschillende aspecten... De boer blijft een prijsnemer. Ja. Je hebt gewoon een kaasschaaf gebruikt. Je hebt een aantal boerderijen weggesneden in een aantal regio's waar ze volgens de politiek nu niet opportun zijn. En that's it. De rest van het systeem blijft hetzelfde. En dat zie je in het huidige politieke model, dat ministers heel graag in hun vakgebied een oplossing, liefst een waar je zo snel mogelijk dan een grauwe kiekendief kunt laten zien... En dat is het. Ja, en kunnen we daaruit geraken? Kunnen we het systeem echt omgooien? Ja, ik weet dat ik altijd word uitgejouwd als ik hem weer opbreng, maar breng uw innerlijke Sikkomansholt naar boven. Sikkomansholt. Ja, dat was de grote... Wie was Sikkomansholt? Dat was een Nederlands politicus die de eerste eurocommissaris is geworden van landbouw. Nu, die is afgegaan tot en met. Hè. Dus de maatregelen die hij heeft genomen... hebben ons dus de melkplassen en de boterbergen en zo verder teweeggebracht. Heeft Europa bijna failliet gemaakt door alle subsidies die hij heeft gegeven aan de landbouw. Heeft de pesticiden en de intensivering gebracht. Maar bon, die mens had 1 doelstelling. Honger uit de wereld helpen. Wat op dat moment nog wel echt een fundamenteel probleem was, want die is opgegroeid in Wereldoorlog 2. En wat die wel deed, was... alle beleidsdomeinen aangepast om die doelstelling. Ja. Zelfs het erfrecht hervormd om ervoor te zorgen... de pachtwet, de vermarkting, internationaal handelsverdragen... landbouwbeleid, et cetera, arbeidscontracten, alles. Ja, moeten we nu een Sikkomansholt in een hele andere richting hebben? Ja, dus iemand die wel dat overzicht behoudt... maar dan inderdaad wel nu rekening houdt met... de nefaste effecten die sommige dingen kunnen hebben. Hij wist dat niet. Hij leefde in een tijd dat de effecten van pesticiden en kunstmest... dat we niet wisten wat dat ging teweeg brengen. Nu weten we dat. En dus moeten we nu een nieuw plan hebben voor de 21e eeuw... maar die wel dat helemaal overspant. Oké, we gaan eens kijken of iemand van het publiek daar iets aan toe wil voegen of iets wil vragen. Verwacht u dan vooral dat dat vanuit het Europees niveau zal komen, die impulsen tot omschakeling van het landbouwmodel? Het komt er momenteel al voornamelijk van. Als er impulsen zijn van het beleid, dan is het eerder van Europa dan van Vlaanderen, laat staan België. Dus op dit vlak komen de meeste impulsen van Europa. De farm-to-fork strategy, nu ook hè, met de input om te zeggen van er mag geen soja meer van nieuw gerooid land komen, komt bijna altijd van Europa. Het ding is, het zou idealiter vanuit alle mogelijke niveaus moeten komen. Dat je zegt, vernieuwers op het terrein,
consumentenverenigingen, lokale overheden, de steden, de provincies, de Vlaamse overheid, de Europese overheid. Graag zou ik het overal zien verschijnen. Maar natuurlijk, Europa heeft wel het geld in handen. Op dit moment zie je dat het instrument, dat het GLB, het gemeenschappelijke landbouwbeleid, dat daar de financiële middelen zitten om een omslag te kunnen financieren. Want het is inderdaad wel heel moeilijk. Veel boeren zitten vast, veel structuren zitten echt vast door de schulden die ze hebben. Je gaat die pot geld, dat is 1,3 miljard euro voor Vlaanderen alleen, wel nodig hebben om die beweging te doen. Dus Europa investeert 1,3 miljard in Vlaanderen per jaar, is dat? Per periode, denk ik dat dat is. Maar ja. Dus 35 miljard voor de hele periode voor de Europese Unie. Dat is 1,3 voor ons, 1,6 voor Wallonië, denk ik. Veel, veel geld dat als instrument gebruikt kan worden. Dus Europa heeft de meeste slagkracht, financiële slagkracht, wetgevende slagkracht. We zijn aan het eind gekomen. Het was de bedoeling om even te kijken wat mensen in de zaal kunnen doen. Hebben jullie een call to action, heet dat dan? Hè? Wat kunnen kijkers of de kijkers van de webinar die we gaan uitzenden, wat kunnen die doen om jullie te steunen, bijvoorbeeld? Wat kunnen ze doen om ons te steunen? Hangt er een beetje vanaf waar ze wonen. In ieder geval hebben wij nog ruimte, wij hebben nog producten. Mensen kunnen zich aansluiten bij onze gemeenschap en mee profiteren van alles wat wij telen. Coöperant worden, is dat welkom? Coöperant worden kan zeker ook nog. Maar eventueel ook aansluiten bij andere CSA's in de buurt of in heel Vlaanderen. Ze zijn allemaal te vinden op de website van het CSA-netwerk. De landgenoten ondersteunen, dat zijn allemaal andere manieren. Investeren daar in de landgenoten. Ja, absoluut. Allemaal manieren om onze sector sterker te maken. Een tal van manieren. En gewoon evengoed bij de Food Hub gaan kopen, dat is ook gewoon de sector in de brede zin van het woord ondersteunen. En je wordt daar beloond met echt fantastisch eten. Ik ben een heel grote fan geweest van Food Hub toen die nog in Leuven een winkel had. Nu vind ik het iets moeilijker om bestellen en zo. En dat is allemaal niet aan mij besteed. Maar ik vind, er zijn tal van prachtige initiatieven. En die diversiteit moet er zijn, mag er zijn, moedig ik aan. Dus mijn wereldbeeld is niet dat binnen 10 jaar alles CSA zal zijn. Ik denk wel dat er een aantal heel belangrijke waardes in zitten. En dat is vooral het contact herstellen tussen burgers, het voedsel, de boeren en heel die keten transparanter krijgen en kortere ketens in de letterlijke zin van het woord. Dat mensen echt gewoon weten van waar hun voedsel vandaan komt en dat dat misschien ook wel iets meer mag kosten dan een paar procenten van het inkomen. Ja, heb jij nog een oproep? Oh ja, ik heb er nog zoveel, maar ik zal me beperken tot een aantal. Besef dat je als consument, maar ook als burger, macht hebt in dit systeem. Ik ben altijd wel een grote voorstander om het beleid verantwoordelijk te houden, maar dat wil niet zeggen dat de consument en de burger op geen enkele manier daar invloed op heeft. Dus dat wil zeggen, lees partijpolitieke standpunten eens na. En denk dan niet alleen aan de klassieke standpunten. Wat doet men qua fiscaliteit, wat doet men qua onderwijs? Maar kijk ook eens wat ze te zeggen hebben over landbouw en leefmilieu. Dat is om te beginnen al, want daar zullen wel serieus wat verschillen in zitten. En zorg ervoor dat je op iemand stemt die daar de beleidskeuzes maakt waar je achter staat. Twee, als consument, denk na over je voedselkeuzes. Denk na waar je je voedsel gaat kopen en op welke manier. En besef dat door daar keuzes in te maken, dat je ook wel bepaalde systemen in leven houdt of anderen geen kans geeft. En wat je eet. We moeten, dat is een hoofdstuk dat nu niet aan bod is gekomen, maar van Laurens de Meijer, van we moeten een eiwittransitie doorvoeren. Momenteel consumeren we 60% eiwitten van dierlijke oorsprong en maar 40 van niet-dierlijke oorsprong. Die moet minstens geswitcht worden. Dus dat is iets waar we gewoon als consument, dat is voor je gezondheid, dat is voor je portemonnee, maar dat is dus ook voor
planeet en milieu is dat toch wel belangrijk. Dus als consument, denk eraan ja, voor wie je stemt, wat je doet, waar je iets gaat kopen en wat je koopt, dat je daar allemaal een klein steentje in die rivier kunt verleggen. En als iedereen dat doet, dan heb je al een aardig riviermeandertje kunnen verleggen. Oké, dank je wel allebei. En dank voor de mensen die gekomen zijn en de medewerkers. De webinar komt op de website van Avanza. Zal daar beschikbaar zijn, te bekijken zijn in onze nieuwe catalogus Avanza Campus. Dat gaat zo meteen verschijnen. En we hebben nog een drankje voor iedereen die daar zin in heeft. Dank je wel.